welkom bij deze nieuwe video. Jongens, voordat ik begin met deze video, ik wil nog heel even kort iedereen bedanken voor alle lieve reacties en steun onder mijn video over mijn ziekte. Eindelijk, na een half jaar, heb ik het aan jullie kunnen vertellen. En ik wil jullie gewoon echt even bedanken voor alle steun. Ik heb het al gedaan op Instagram, maar ik wil het ook nog even hier doen op YouTube. Ik had wel verwacht dat ik veel berichten zou ontvangen, maar deze hoeveelheid had ik echt niet verwacht. Super duper bedankt daarvoor en ik hou jullie ook op de hoogte. Voor nu gaan we gewoon weer lekker verder met de beauty video's, want daar haal ik altijd heel veel plezier uit. Dat is ook waarom ik ze gewoon altijd ben blijven maken, ondanks mijn heftige periode. En vandaag ben ik weer terug met een deel 2 van een video die ik al heb gemaakt. De BNS producten testen video. Die video kreeg echt heel veel views en dat laat mij dus zien dat jullie dat soort video's graag willen zien. Dus ik dacht, ik maak een deel 2 en ik heb vandaag weer 3, 4, 5 BN's van wie ik de producten ga testen. Het is niet alleen make-up, maar ook andere producten. Dus ik ben heel benieuwd, want het wordt vandaag een eerste indruk samen met jullie. Dus we gaan gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, de eerste BN van wie we producten gaan testen is Miss Nikki Plessen. In de vorige video hebben we haar kleding gereviewd en vandaag gaan we haar make-up reviewen, want ze heeft ook haar eigen make-up lijn. En ik heb dit hele pakket van hun ontvangen met wat producten. Volgens mij 3 of 4. En ik heb het gewoon gratis van hun ontvangen. Daar ben ik echt heel blij mee, want dat scheelt mij weer een hoop geld. Dus ja, ik ga kijken wat ik ervan vind. We gaan dat gewoon met z'n allen doen. Ik heb het nog niet eens unboxed. Ik heb hier al 2 producten en hier een zak met nog van alles erin. Oh, dit is een Prime Glow and Go Kit. Wat een leuke tas. I love it. Eus, wisten jullie dat hun ook een nieuwe home collectie hebben? Ik wist helemaal niet dat ze dat hebben. Ik vind het er wel heel mooi uitzien. Oké, dit zijn dan de producten die ik van hun heb ontvangen. En ik ga beginnen met de Prime and Glow. Dit is hem dan. Dit is de hele kit. En hier zitten 2 primers in. Ik ben heel benieuwd hierna. Laten we kijken. Ik heb dus nog helemaal niks op mijn gezicht. Alleen maar dagcreme, want die moet altijd eerst. Oeh. En ik wist al dat ik deze 6 zou ontvangen. Dus ik heb gevraagd of ik ze allebei kan gebruiken of dat ze echt apart moeten. En het zijn allebei gezichtsprimers en je kunt ze apart gebruiken of na elkaar. En dan eerst deze en dan de glow primer als je wat glow wilt. Of als liquid highlighter, zo op de hoogste punten in je gezicht. Ik ga ze gewoon allebei als primer gebruiken. Oeh, de set kost €79. Oké. Het is allemaal niet heel betaalbaar, dus ik verwacht wel dat het gewoon echt goede kwaliteit gaat zijn. Oh, die heeft ook verschillende kleuren en ik heb de kleur light medium. Die zou denk ik wel gewoon goed zijn voor mij. Oké, je moet dus beginnen met deze. En die laat je huid gepolijst aanvoelen en maakt rimpels en lijntjes minder zichtbaar. En houdt je make-up er langer goed op je gezicht. En dan daarna deze aanbrengen voor een hele mooie glow. Oké, laten we het doen jongens. Ik ga denk even mijn haren zo vastzetten, een beetje naar achteren. Losse zijn ze allebei €37,50. Dus als je de set haalt, hoef je wel iets minder te betalen. Het is gewoon zo doorzichtig. Het ruikt niet echt naar iets of zo. Oeh, het voelt heel smooth aan inderdaad. Ik sla nu gewoon heel vaak mijn hele voorhoofd over, omdat daar toch gewoon haar zit. Het voelt een beetje aan als een siliconen primer, zeg maar. Het maakt inderdaad smooth en ook een beetje zacht. En dan ga ik in met deze Glowing Skin Filter. Ik ben benieuwd hoeveel glow die afgeeft. Ik moet wel zeggen dat ik ze nou allebei gebruik, omdat ik er een hele video over maak. Maar in principe zou ik ze los gebruiken, want ik vind nou dat deze glow filter een beetje deze mooie smooth matte effect van de andere gaat weghalen. Dus ik persoonlijk, afhankelijk van welk effect ik wil, zou gewoon 1 van de 2 gebruiken. Oh, het is niet te veel glow. Ik verwachtte echt superveel glow. Ik vind het bijna te weinig glow. Ik zie echt bijna niks. Zien we een glow? Ben ik nou blind? Ik zie wel een beetje een glow op mijn handen. Vooral als je nog andere make-up erop gaat aanbrengen, dan gaat het echt helemaal weg. Ik ga gewoon meer aanbrengen. Oh nee, het is echt super dun. Op zich is dun wel goed. Je wilt niet een hele dikke plamuur op je gezicht hebben, maar het is zo dun dat je echt bijna geen glow ziet. Ik zie wel kleine glittertjes nou op mijn gezicht, maar ik vind het niet heel mooi ofzo. Nee, ik vind dit echt helemaal niks. Deze was op zich wel oké, maar ik moet zeggen, voor die prijs heb ik andere primers die beter zijn en die ook dit effect hebben. Dus ja. Oké, ik heb heel even snel mijn gezichtsmake-up gedaan en deze primer is echt een ramp. Oh my gosh, mijn make-up heeft er zo slecht op aangebracht en het bleef ook hangen aan deze glitters en zo. Ondanks alles heb ik er nog wel iets van kunnen maken, maar nee, ik raad het echt niet aan. We gaan nu verder met de ogen. Ik heb ook een oogschaduwpaletje van hun. Dit is het Natural Glow Eyeshadow Paletje.
Laten we kijken. Ik heb hem nog niet eens opengemaakt. Ik doe echt alles hier samen met jullie. Het is gewoon een simpel zwart paletje met N erop. En dit is dan de inhoud. Je hebt ook een hele grote spiegel. Gewoon hele simpele bruine matte kleuren. Ik vind zulke paletjes, hoe saai ze ook zijn, vind ik ze gewoon altijd heel handig. Want ze zijn gewoon handig voor everyday. Dus het is gewoon een makkelijk, neutraal paletje. Ik moet wel zeggen, als ik zo kijk naar de glanzende kleuren, lijken ze me niet echt spectaculair. Oh, op zich is het zo wel mooi eigenlijk. Even zwartje. Nee, de swatches zijn ook echt heel slecht. Oké. Okay. Dit is een 40 euro paletje. Oké, okay, nou laten we gewoon kijken wat we ervan kunnen maken. Laten we inzoomen op de ogen. Oh jongens, kijk ook deze concealer hier. Ik heb ook echt een slechte concealer gebruikt. Die ben ik aan het testen en ik vind hem niet zo goed tot nu toe. Maar daar binnenkort een video over. Oh, kijk ook hoe droog het hier onder mijn ogen is. Oh my goodness, oké. Okay. Jongens, ik heb echt geen wimpers meer over. Zien we dit? Door de chemo's is het echt gewoon helemaal weg. Godzijdank heb ik powder brows. Dus het valt niet op dat ook mijn wenkies weg zijn. Ik heb nog wel wat haartjes. Maar over het algemeen is het eigenlijk gewoon bijna helemaal weg. Maar lang leven powder brows. Oké, we gaan beginnen met deze lichte matte kleur. En met die kleur ga ik het hier zo binnen een beetje verlichten. Want daar is het altijd zo donker. En dat vind ik echt vreselijk. Dat laat mij er zo heel moe en ziek uitzien. En dat wil ik echt absoluut niet. Dus ik pak vaak een lichte kleur om het hier zo een beetje te verlichten. Maar deze dekking, jongens. Oh my goodness. Er komt gewoon bijna geen pigment vanaf. Ik moet er best wel veel aanbrengen voor een beetje pigment. Zal ik jullie laten zien hoe een goede matte lichte kleur eruit ziet? Hier is mijn statiepaletje. Die gebruik ik echt like, elke dag. Ik heb hier deze lichte matte kleur. Die is donkerder dan de kleur die ik nu net heb gebruikt. En kijk even dit. Dit is hoe een goede lichte kleur eruit ziet. Zien jullie het verschil? Ik denk dat je het verschil heel goed kunt zien. En dit is slechts één keer aanbrengen, terwijl ik het hier twee, drie keer heb aangebracht. Dan ga ik nu in met deze bruine matte kleur hier beneden. En die gaat in mijn hele Arcaro. Het wordt weer gewoon vandaag een makkelijke look. Oh, mijn haar zit echt in de weg. Zoezo! Mijn kat is naar boven gekomen. Ik ga even mijn haar zo aan de kant doen. Oh, ook deze heeft echt bijna geen pigment. Jongens, wat is hier aan de hand? Ik snap er niks van. Dit is echt... echt heel slecht. Oké. Okay. Ik probeer altijd bedrijven niet te veel af te kraken. Ook al is iets niet zo goed. Maar dit is echt... ik heb nog nooit een paletje van 40 euro zo slecht gezien. Dit ben ik af en toe nog wel gewend van Essence of Catrice of zo. Waar je echt like 5 euro betaalt. Maar voor 40 euro... zij gaan mij nooit meer PR sturen. Nou ga ik even deze donkere bruine kleur. Die gaat een beetje zo in de buitenhoek. Het blendt ook gewoon niet goed. Hij is op mijn bureau gekomen. Kom je aandacht zoeken. Hij zoekt altijd zoveel aandacht. Oh my goodness. Kijk hoe lief die is. Ik zie niks. Dan ga ik nu in met deze glanzende kleur hier. Die is een beetje rozig bruin. En die breng ik zo aan op mijn ooglid. Die is wel mooi. De kleur is mooi, maar ook niet echt heel bijzonder. En dan pak ik deze lichte glanzende kleur. En die gaat zo in de binnenste hoek. Oh, ook hier komt echt bijna niks vanaf. Oké. Okay. Dit paletje is echt een puinhoop. De uiteindelijke look is wel oké, maar nee, voor 40 euro echt nee gewoon. Lekker staartje in mijn gezicht. Het is weg. Ah, nee, weg. Nee, hij wil gewoon mijn been aanvallen. Oké, okay, we gaan verder met de orde van de dag. Ik heb wimpers aangebracht en een eyeliner. Dit zijn de wimpers die ik op heb. Mijn fave wimpers voor everyday Ardell Naked in de stijl 421. Deze zijn echt geweldig voor everyday looks. Dit paletje is echt trash. We gaan verder met het laatste make-up product en dat is deze lip gloss. Ik ben benieuwd. Ik heb hem in de kleur chocolate 012. Met een gloss kan niet heel snel iets misgaan, dus ik ben benieuwd. Dit is de kleur wel een hele mooie bruine kleur. En ik hou van bruin. Dat is mijn favoriete lipkleur. Ik ga wel eerst even in met mijn Sweet Tea lippotloodje van Morphe. Mensen, Morphe is failliet aan het gaan. En dit lippotloodje, ik kan niet zonder. Oh my gosh. Hij ruikt super minty. Maar ik vind het niet echt een hele lekkere geur mint. Het is een beetje een bedorven mintgeur ofzo. Jongens, ga ik nou gewoon echt alles afkraken? Nou, de formule is wel echt super fijn. Hij is echt heel mooi. Hij heeft niet heel veel kleur. Maar dat hoeft met een gloss ook niet per se.
Hij brengt echt heel fijn aan. Oeh, mijn lippen lijken nu ook een stuk voller. Oké, de gloss vind ik op zich wel oké. Dit was de enige BN'er met make-up producten voor vandaag. Nu gaan we verder met de volgende. En dat is iemand die jullie mij hebben geadviseerd. Want ik heb geen idee wie zij is. Ja, nu wel. Maar ik had dus geen idee wie zij is. En dat is het merk Poespas van Kim Otter. Dus ik heb de website opgegaan. Ik moet zeggen, ik had een beetje moeite ermee. De website, hoe die is gemaakt, is niet zo fijn. Ik vind het er allemaal een beetje amateuristisch uitzien, om heel eerlijk te zijn. En ook de kleding en de accessoires en zo. Het kost allemaal wat. Maar als ik er zo naar kijk, denk ik, het is niet echt persoonlijk mijn ding. Er zal vast wel een doelgroep voor zijn. Maar ik had echt wat moeite met leuke dingen vinden. Maar het is me toch na heel lang gezoek toch wel gelukt. Wat ik wel leuk vind, is dat heel veel met de hand is gemaakt. Dus dat is ook waarschijnlijk waarom de prijs iets hoger ligt. Dus dat vind ik er wel leuk aan. Maar het is een beetje hippie vibes. Er is niks mis met hippie vibes, maar het is gewoon niet een persoonlijk mijn vibe. Dus ik denk niet dat ik daar nog ooit zou winkelen. Maar nu voor de video vond ik het wel leuk gewoon om het te laten zien. Dit is het pakket die ik heb ontvangen. Kwam ook best wel snel binnen. En dan binnenin is het ook nog zo ingepakt. Veel lief. Oké, ik heb 3 dingen daar besteld. Kleding, accessoires en iets heel anders. Iets unieks wat met de hand is gemaakt. En dat is deze. Volgens mij heet het een boekenlegger. En dit moet je dus gebruiken om in je boek te doen, zodat je nog weet waar je bent gebleven. Ik lees boeken, dus dit leek mij echt ideaal en ook heel mooi. Heel mooi chic. Ik vind dit echt geweldig. De kwaliteit ziet er ook gewoon echt goed uit. Ik vind het echt, echt heel mooi. Zoiets heb ik ook nog nooit echt gezien. Ik heb nu gewoon een stuk wit papier wat ik gebruik. Is helemaal niet mooi of zo, maar dit is wel echt prachtig. I love it. Dus hier ben ik al heel blij mee. Next up heb ik ook een handgemaakt sieraad. Volgens mij een ring heb ik besteld. Even kijken. Ja, ring Oria Flower. Kostte 24,95. Dat is wat voor dit. Ik heb hem in maat S. Dit is dan de ring. Het is een bloem of zo. Ik vind het wel heel cute. Maar ik moet zeggen, dit lijkt gewoon op een of ander iets wat een kind heeft moeten maken op school of zo. Dus voor 24,95 heb ik wel iets van dit. Hier zou ik persoonlijk misschien 5 euro voor betalen of zo. Maar ik ga hem wel even aandoen. Oh, ik vind hem wel echt heel cute. Ja, het is wel echt, echt heel cute. Ja, ik snap, het is handgemaakt. Dan is de prijs ook vaak gewoon wat hoger. Oké, en dan last but not least, kleding. Wat heb ik ook alweer besteld? Oh, een top in maat S. Kostte 80 euro. Maar het is van Gestus of zoiets. Simpele zwarte top. Ik vind het er heel mooi uitzien. Hij heeft lekker veel stretch. Ik vind ook dit heel mooi zo bij de schouder. I like it. Is het 80 euro waard? Daar valt over te discussiëren. Maar als ik er zo naar kijk, vind ik het gewoon wel cute. Maar goed, ik ga hem gewoon even aandoen en mijn mening vertellen. Oké, mensen, dit is dan de top. Is hij leuk? Ja, zeker. Ik vind hem echt heel erg leuk. Vind ik op se die prijs waard, niet per se. Maar ik vind hem wel echt heel leuk. Kijk ook dit hier zo. Het is zo poofy. I love it. Hij is ook gewoon goed dik en zo. Goede kwaliteit gewoon wel. Ik vind dit echt heel leuk. Heel mooi met een knot of een staart, zodat je haar zo niet in de weg zit. Ja, ik vind hem wel echt heel leuk. Maar het is wel echt de meest simpele trui ever. Dus het is niet echt per se dat ik iets heb van, ja, die bedrag vind ik het echt waard. Maar is dit iets wat ik zou dragen en vind ik hem leuk? Absoluut. Ik vind hem echt heel leuk. Ik zal hem even uit de broek halen. Mocht je hem gewoon normaal willen dragen, zo is hij gewoon normaal. Gewoon normale trui. Maar ik persoonlijk vind hem mooi in de broek. Maar ja, ik vind hem wel echt heel leuk. Vooral dit is zo cute. I love it. We gaan verder met nog een BN'er. Het is een influencer, maar zijn influencer ook BN'ers? Ik weet niet. Ik vind persoonlijk van wel een soort van, want ze is ook gewoon bekend. Dus op zich maakt dat haar dan ook gewoon een BN'er. Maar goed, ik heb het over Masha van Beauty Gloss. Ik volg haar niet, maar ik weet wel wie ze is. En zij heeft planners. En ik heb haar laatste planner besteld. Ik heb een aantal jaar terug, 2 of 3 jaar terug, ook een planner van haar gehad. En ik heb die ook echt lang gebruikt. Ik vond hem op zich wel gewoon fijn. En voor nu heb ik er dus weer eentje besteld. Deze is prachtig suède groen. Oh my gosh, is het niet te chic? Ik vind het er echt prachtig uitzien. Laten we even kijken. Als je hem dan openmaakt, is dit wat je gelijk ziet. Hier heb je ook een handig schriftje. Dat vind ik ook altijd heel fijn. En ik heb hem al gebruikt. Kijk, ik heb hem echt al gebruikt. Ik vind dit altijd super handig. Dus dit vind ik heel leuk. En dan hierin krijg je ook allemaal stickers voor in je planner. En ook 2 kaarten. Ook heel handig. En dit zijn de stickers. Je hebt hier het hele alfabet, denk ik. Ja. En hier wat hartjes en van
alles. Dat is wel echt heel leuk. Wat ik dus leuk vind aan haar planners is al deze extra stuff. I love it. Heel handig als je het helemaal zo wilt personaliseren. Echt ideaal daarvoor. Nou, en dan gaan we verder. Hier is gewoon contact. Hier is de hele maand om in te vullen hoe jij het zou willen invullen. En dan begint hier gewoon de week. Je hebt een maandag tot en met zondag hier wat plek voor extra notities en zo. Ja, en zo gaat het dan gewoon helemaal door. En dan op het einde heb je ook nog een heleboel plek voor extra notities. En dan helemaal op het einde heb je nog meer stickers met de maanden en zo. Dus dat vind ik allemaal heel leuk gedaan. Ik vind dat groene ook echt allemaal heel mooi. Oh, kijk, hier heb je nog meer. Je hebt echt superveel weekend ook en zo. Dat is wel allemaal echt heel leuk. Enige wat ik dus een beetje miste hier. Wat ik persoonlijk wel miste was datums. Die er gewoon al in staan. Gewoon van het hele jaar. Want ik gebruikte mijn planner ook als agenda. En nou moest ik dus heel daar weer opschrijven of gaan plakken. Welke maand is het? Welke week? Bla bla. Dus ik had het fijn gevonden als dat er gewoon al in stond. Dat gewoon het hele jaar al vast stond. Iets wat ik ook had gezien in de reacties online. Was dat dit dus heel snel kapot gaat. Dat is wel weer een nadeel aan Suède. Vooral als je wel echt een bedragje betaalt. Voor de rest vind ik het wel echt heel fijn en heel mooi eruit zien. Dus zou ik hem aanraden? Ja, zeker. Hele handige planner. Ook lekker groot. En veel extra stuff. De volgende BN'er is Josh V. Zij heeft een prachtige kledinglijn. Ik moet ook zeggen dat het mij allemaal een beetje ook deed denken aan de kleding van Nikki Plessen. Lijken allemaal een beetje op elkaar. Alleen vind ik Josh V iets meer high-end. Heeft iets meer klasse. Terwijl Nikki vind ik ook wel, ja, is ook gewoon high-end en duur. Maar is ook wel iets meer street-style en meer girly-style en zo. Nou, ik heb het hele pakket hier binnen. Ook dit heeft mij weer letterlijk mijn halve vermogen gekost voor slechts 3 kledingstukken. Of 2. Heb ik er 3 of 2? 3 of 2 in ieder geval. Maar we gaan even kijken wat we van de kwaliteit vinden. Ik denk heel goed. Die van Nikki. Nikki's kleding is ook echt ontzettend goede kwaliteit. Zij moet het ook gewoon echt houden bij kleding en niet make-up. Oeh, ik herinner me weer wat ik heb besteld. Ik heb kleding en een riem. Want ik dacht, ik maak gewoon een hele look ervan. Ik ga beginnen met de blouse. Ik heb deze prachtige blauwe blouse. Kijk, deze kleur, hoe mooi. I love it. Dit is een blouse van maar liefst 110 euro. Dus je betaalt wel wat. Maar ik moet zeggen dat ik hem er al gelijk fantastisch uit vind zien. Kijk hoe mooi. Hij is wel nou een beetje gekreukt. Hij is echt zo mooi glanzend ook. Ik vind hem er heel, heel mooi uitzien. Welke maat heb ik gedaan? Ja, maat S heb ik gedaan. Ik heb gewoon mijn normale maten gedaan. Want bij Nikki pakte ik allemaal te grote maten en was alles te groot. Dus nou heb ik gewoon mijn normale maten. Dus dit vond ik er echt heel mooi en chic uitzien. Vooral die glans. Kijk even hoe het helemaal zo mooi glanst. I love it. En dat wilde ik matchen met deze prachtige, chique, mooie witte broek. Ja, dit is ook echt, oh my goodness, echt prachtig. Hij is ook echt heel dik en stug. Heel vaak met witte broeken heb ik het probleem dat ze doorschijnen. Hij is gewoon helemaal lang tot aan beneden en hij loopt wijd uit. Deze vond ik echt prachtig eruit zien. Ik heb hem in maat M, ook gewoon mijn normale maat. Ja, ik vind hem er echt heel goed uitzien. Ik denk dat hij echt goed gaat zijn. En ik dacht, met deze look is ook een riem heel leuk. Dus ik heb daar ook een riem besteld. Deze riem was 70 euro en ik heb maat XSS. En wat dus zo handig is aan de riem is dat er 2 kleuren zijn in 1. Want als je hem zo draagt is hij gewoon nude bruin. Maar hij is ook om te draaien en dan heb je een witte riem. Dus dat vind ik echt heel leuk. Dan heb je gewoon 2 in 1, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat vind ik heel leuk. Hier zo JV. Dus dit vond ik er ook echt heel mooi uitzien. Oh my goodness, mensen. Kijk hoe fantastisch dit is. Ik ben echt in shock. Het is wel gekreukt, maar whatever. Dat moet je gewoon even negeren. De blouse past perfect. De riem past perfect. En de broek past ook perfect. Oh my gosh. Is dit niet echt de leukste outfit? Wacht, ik doe even mijn haar weg. Is dit niet echt de leukste outfit ever? Kijk hoe leuk. En hij schijnt ook niet door. Zo is het dan van de achterkant. Plet mijn booty ook niet. Ik vind dit echt fantastisch. Ik vind dit zo mooi. Ik vind het zo classy. Dit zijn echt de soort looks waar ik persoonlijk van hou. Ja, ik vind het echt heel mooi classy. Echt heel veel klasse. En ik heb de riem gewoon bruin gehouden. En dan heb ik het gematcht met ook bruine nude hakjes, zeg maar. Want de hakken matchen nou met de riem. En dat vond ik wel leuk. En dan misschien met ook een nude tas. Dit is echt fantastisch. Ik raad het iedereen aan, ondanks de hoge prijs. Ik vind het echt waard. Het is echt hele, hele goede kwaliteit. En het is gewoon echt heel erg mooi, chic en classy. En ook heel mooi vrouwelijk.
I love it, jongens. Oh, kijk hoe leuk. Ook die riem is perfect. Maat SXS heb ik. Dus die is echt perfect. Die past goed. Fantastisch dit. Heel mooi. En dan last but not least hebben we ook nog skincare van Shema Almaas. Almaas. Volgens mij. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En zij heeft haar eigen lijn. En die heet letterlijk Almaas. Oh, ik hoop echt dat ik het goed uitspreek. Ik denk dat zij van vandaag de minst bekende is. Maar ik weet wel wie zij is. Want er zijn heel veel lovende reviews over haar lijn. Zij is een influencer. En ze is Marokkaans, just like me. En dan wil ik altijd supporten. Want ik vind het heel leuk als vooral Marokkaanse meiden gewoon hun ding doen. Omdat wij toch wel vaak gewoon soort van worden onderdrukt ofzo. En wij ook gewoon vaak gewoon totaal geen support krijgen van ons eigen volk. Dus ik vind het leuk om te zien dat het bij haar op zich wel goed gaat. Tenminste, dat is wat ik zie. En ik heb dit ook ontvangen in PR van hun. Ze hebben mij een aantal producten gestuurd. Ik vind al dit echt heel leuk. Ik heb hier hun Hydrating Tanning Day Cream. Dit is dus een dagcreme die je ook elke dag iets meer bruin maakt. Dat is altijd leuk. Ik heb hier Cleansing Foam om je make-up eraf te halen. En ik heb hier Vitamine Drops. Facial Oil Serum. Dus drie producten waar ik heel benieuwd naar ben. Oh nee, wacht. Hier is nog iets. Oh, ik heb ook nog een toner. Ik ben echt heel benieuwd hiernaar. Even ook deze openmaken. Hier ben ik ook heel benieuwd naar. Want wie wil nou geen mooi bronzy gezicht? Dus deze ga ik ook gebruiken. Ik denk dat ik hiermee gewoon vanavond mijn make-up eraf ga halen, jongens. Ik ben benieuwd. The next day. Hallo allemaal, dit ben ik in de ochtend. Ik zie er echt niet uit. Deze belichting hier doet ook niet heel veel goeds voor mijn gezicht. Maar whatever. Ik heb dus... Oh, ik laat weer alles flikkeren. Ik heb dus gisteravond al een aantal producten gebruikt om mijn make-up eraf te halen. En ik ben enthousiast. Oh my goodness. Ik ga even beginnen. Ik ga het nu ook gelijk aanbrengen. Ik ga beginnen met de cleansing foam. Ik gebruik sowieso al een cleansing foam die ook hierop lijkt. Maar ik hou dus echt van een cleansing foam. En die is ook gewoon te gebruiken als je niks hebt op je gezicht. Gewoon om je gezicht gewoon wat extra schoon te maken. Dus dat ga ik nu doen. Wat ik altijd doe is je moet het aanbrengen op een nat gezicht. Maar dat doe ik vaak niet eens. Ik maak gewoon mijn handen een klein beetje nat. En dan ga ik... Oh shit, wacht. Ik had beter deze af kunnen doen. Oké. Okay. En dan ga ik gewoon zo over mijn hele gezicht. Oh, en het ruikt ook echt heerlijk. I love it. En het smeurt echt heerlijk in. Kijk hoeveel foam. I love it. En dan gewoon zo lekker insmeren, insmeren, insmeren. En dan gewoon afwassen met water. Ik gebruik altijd zo'n pet. En het gaat er zo makkelijk van af. Kijk even dit. Het is echt super makkelijk. Heel veel zijn niet zo makkelijk. Die moet je echt 100 keer schrobben voordat het er echt goed afgaat. Terwijl deze, kijk even hoe makkelijk. Het is zo dun en makkelijk af te halen. En dat scheelt ook weer veel tijd. I love it. En dan heb ik hier de Balancing Toner. En die vind ik ook heel fijn. Die breng ik gewoon een beetje aan op je handen. Of met een wattenschijfje, wat jij wilt. En die druk ik altijd gewoon zo in mijn gezicht. Hij ruikt ook echt heerlijk. Al deze producten hebben echt een heerlijke geur. En dit laat ik dan gewoon eventjes zeg maar intrekken. Oh my gosh, mijn phone is aan het vallen hier. Oké, hij is weer recht. Ik zie er echt uit alsof ik ga inbreken bij iemand. Terwijl ik het laat inwerken, ga ik even door met iets wat ik dus vandaag niet ga gebruiken. Maar dat heb ik gisteravond gebruikt. En dat zijn deze geweldige vitamine drops. Ik werd vandaag wakker en mijn gezicht voelde fantastisch uit. Het is gewoon een olie met rosehip en jojoba olie. En I love it. Het is zo fijn. Vooral als je een normale tot droge huid hebt als ik. Is het echt zo fijn om aan te brengen in de avond. Echt, I love it. Dus ik was ook echt gewoon in shock terwijl ik het pas 1 keer heb gebruikt. Vandaag echter is het de ochtend. Dus ik ga in met de dagcreme. En die in maak je dus elke dag een klein beetje bruiner. Ik heb vaker zulke producten gebruikt. En ik vind ze op zich altijd wel fijn. Een mooie zwarte verpakking. Met vitamine C, vitamine E en vitamine B5. Dus dat is top. Wat ik doe is dat ik gewoon zo'n beetje pak. Oh kijk, het is ook echt zo bruin zeg maar. En dan breng ik het aan over mijn hele gezicht. Oh, het ruikt ook echt weer heel lang. Ik breng het er echt aan over mijn hele gezicht. En ik trek het ook door naar de nek. Anders heb je straks gewoon zo'n witte nek en een bruin gezicht. En dat wil niemand. Dus smeer het lekker goed uit. Een fout die ik altijd maakte was dat ik het gewoon liet zitten op mijn handen. Je handen worden ook bruin. Dus was je handen als je klaar bent. Anders heb je straks van die bruine, vlekkerige handen. En dat is niet wat je wilt. Oh, het ruikt heerlijk. En het is ook lekker zo... Hoe moet ik dit uitleggen? Het voelt zo lekker dikkig aan. En het smeert echt lekker in. Oh, ik vind het echt fantastisch. Oké, ik ben benieuwd hoe bruin ik ga worden. Kijk even dit verschil na slechts 3 keer te hebben gebruikt. I love it. Mijn gezicht is echt gewoon een stukje bruiner geworden.
Nou mensen, dit was het dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Als je een deel 3 wilt zien, let me know. En ook wie je dan wil zien en wat je zou willen zien, let me know. Maar ik hoop dat jullie weer gewoon hebben genoten van de video. Ik vond het weer heel leuk om te maken. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!